Het zijn er echt veel meer dan ik dacht. Mensen zijn echt gigantisch. Moet je kijken dan. Kijk dan. Het is gewoon bijna net zo groot als mijn hand. Echt bizar. Dan zit hier nog ergens één. Help. Oh, zag je dat? Daar ging hij. Een hele goede morgen mensen. Het is vrijdag, bijna weekend en ik heb er super veel zin in. Zoals je kan zien. Want vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga mijn collectie met wandelende insecten uitbreiden met een totaal nieuwe soort. Ik ben er al een tijdje naar op zoek en het is een heel mooi beest. Het is de Australische flappentak. Ik heb wekenlang gekeken op dierenwinkels, marktplaats, Facebook, van alles en nog wat. En toen vond ik ineens iemand op Facebook die er een paar te koop had. En zij zei, weet je wat, je mag mijn hele collectie overnemen. Ik stap zo meteen in de auto op weg naar Zeist en dan zie ik jullie daar. Nou, het is gelukt mensen. Ik heb ze. En ik denk dat jullie natuurlijk wel nieuwsgierig zijn naar hoe ze eruit zien. Oké, ik zal jullie even een sneak peek geven. Kijk, het zijn er echt veel meer dan ik dacht. Ze zijn ook echt gigantisch. Er zijn nog een paar, die zijn bijna net zo groot als mijn hand. Moet je nagaan. Deze komen uit Australië-achtig, die omgeving. Daar komen ze veel voor. En ze eten braam, dus er zitten ook een paar braambladeren in. Het zijn er zoveel dat ik er eigenlijk niet weet wat ik er precies mee aan moet. Gelukkig heb ik nog een paar vrienden die ze misschien wel willen hebben. Dus ik ga nu weer op weg terug naar huis. En dan ga ik ze in een mooi terrariumpje stoppen en een paar geven aan vrienden van mij. En dan zien we verder. Ik ga het aan jullie laten zien. Nou, daar zijn we dan. Eindelijk thuis. En het is gruwelijk koud. Dus we gaan snel naar binnen. Dat vinden die insecten natuurlijk ook niet leuk. Het zijn koudbloedige dieren. Dus hoe kouder ze worden, hoe langzamer ze bewegen. Dus ik zeg, snel naar binnen en lekker in het terrariumpje zetten. Hartstikke idee. Nou jongens, laten we eens even gaan kijken wat we allemaal hebben gekregen. Want zoals ik jullie had verteld, had ik 2 bakken meegenomen naar Zeist om deze dieren in te vervoeren. En toen ik daar aankwam, had ze echt enorme bakken vol met deze flappentakken. En ik stond echt versteld van hoeveel het er waren. Dus laten we even gaan kijken wat ik allemaal heb gekregen. Dit is 1... 2... 3... Dit zijn dus al 3 bakken met flappentakken. En dit zijn allemaal kleintjes, met een paar hele grote ertussen. Dit zijn allemaal mannetjes en die hebben vleugels, zijn wat langer gerekt. En dit, hier zitten een paar hele grote vrouwtjes in. Die zijn echt gigantisch, echt bizar. Maar, dan heb ik ook nog eitjes gekregen van PSG9. Dat is deze soort, die Australische flappentak. En PSG staat voor Phasmid Study Group Number 9. Dat is dus eigenlijk gewoon een ingewikkelde term, een wetenschappelijke term voor deze soort. Maar dan heb ik nog eitjes van een andere soort gekregen. En ik weet eigenlijk niet precies wat dit is. Oh ja, dat zijn hier hebben krekels in gezeten. Dus dat wordt spannend. Ik ben echt heel erg benieuwd wat dit is. We gaan het zien. Maar ik heb nu dus echt superveel flappentakken gekregen. En die moet ik allemaal in het terrariumpje gaan stoppen. Want ja, dit is natuurlijk een beetje zielig als ik ze hierin laat zitten. Dus deze kan weg. Dan gaan we zo meteen even een terrariumpje halen. Maar ik dacht, laat ik jullie even wat zien van wat hierin zit. Want mensen zijn echt gigantisch. Voorzichtig, want ze zitten allemaal aan de deksel. Deze een beetje voorzichtig omkeren. Moet je kijken dan. Kijk dan. Het is gewoon bijna net zo groot als mijn hand. Echt bizar. Moet je kijken hoe mooi ze ook zijn. Dit zijn 2 grote vrouwtjes zitten op elkaar. Wat ook grappig is, als ze zich een beetje bedreigd voelen. Ja, dat is een beetje vervelend om te doen, want ja, je wil dieren eigenlijk zoveel mogelijk met rust laten. Als ze zich bedreigd voelen, dan gaan ze een dreighouding aannemen. En dan krullen ze hun staart een beetje op, zoals je hier kan zien. En dit valt nog wel mee op zich. Kijk. En dan doen ze een beetje een schorpioen na. Heel slim. Want ja, als roofdieren denken, oh shit, dit is een schorpioen, dan blijven ze daar vanaf. Hij doet het eigenlijk alsof. Stelletje acteurs. Ik ga even kijken of ik er eentje op kan pakken. Kijken of deze er zin in heeft. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn. Dit zijn hele oude vrouwtjes.
volwassen vrouwtjes. Kijk, daar komt ze. Wat een prachtbeest. Moet je kijken hoe groot ook. Echt gigantisch. Dan gaat ze mijn arm omhoog. Oh nee. Ik ben een monster. Wat je ook wel kan zien is dat ze hele grote stekels hebben over hun hele lichaam. En dat is natuurlijk super handig. Want als er dan een roofdier komt en die probeert je vast te grijpen, dan zwiep je gewoon die staart omhoog. En dan krijgt hij die stekels in zijn rug. Nou, kan je vertellen, dat doet behoorlijk veel pijn. Dit, jongens en meisjes, is een vrouwtje. En dat kun je heel goed zien omdat ze hele brede, dikke abdomen heeft. En ze heeft maar hele korte vleugeltjes, zoals je hier kan zien. Terwijl, als we kijken bij de mannetjes, dan zien we dat die vrij lang zijn. En ze hebben hele grote vleugels. Sterk nog, ze kunnen zelfs een klein stukje vliegen. Dus we gaan even kijken bij de mannetjes. Die zitten in deze bak. En deze maken ook het meeste lawaai. Ze zijn een beetje testosteronbommetjes. Ja, blijven mannen natuurlijk. En ze zitten constant met hun vleugels te klapperen. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn dat ze niet wegvliegen. Kijk, hier zie je dus bijvoorbeeld heel goed dat ze best wel een langwerpig lichaam hebben. Vergeleken met het vrouwtje. Zie, die is best wel dik. No offense. En ze hebben hele lange vleugels. En ik ga even kijken of ik kan proberen of ze de vleugels willen uitslaan. Ja, zie je dat? Kijk, moet je zien hoe prachtig die vleugels zijn. Moet je voorzichtig zijn dat ze niet wegvliegen, anders zit straks mijn hele kamer onder. Dat willen we natuurlijk ook niet hebben. Kijk, daar gaat hij. Racing up my arm. Ja, ik moet ze een heel klein beetje plagen, het spijt me. Maar ik wil natuurlijk gewoon even die mooie... Kijk, die vleugels. Moet je zien ook. Echt gigantische vleugels. Daarmee kunnen ze dus... Ze kunnen niet fantastisch vliegen... Maar ze kunnen wel een stukje zweefvliegen. Dus als ze op een hoge plek staan, zeg maar vanaf hier, en ze springen eraf, dan zweeft ze zeg maar gewoon zo een beetje naar beneden. Maar ik zie dat ze nu al helemaal omhoog klimmen en dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dus op, af, ah, oh. Help. Ah! Het kriebelt als een gek, joh. Waar zit hij? Daar. Kom op. Dan zit hier nog ergens één. Help. Ja, het zijn hele goede klimmers, zoals je kan zien. Ze hebben hele sterke klauwtjes, soort weerhaakjes aan hun klauwen zitten, waarmee ze zich heel goed kunnen vasthaken aan planten. Oh, hij klimt op mijn hoofd. Heel fijn. Oh, zag je dat? Daar ging hij. Maar waar is hij nu? Help. Op zoek. Naar het vliegbeest. Ah, kijk, daar is hij. Dus hij is zeg maar helemaal vanaf hier naar daar gevlogen. Dat is echt een stuk of, ja. 1, 2, bijna 3 meter. Nou, dat doe je toch goed, jongen. Maar ik ga ze nu allemaal eerst even terugzetten. Dan kan ik zo meteen een terrariumpje pakken en ze daar allemaal in stoppen. Dat is voor hun ook fijner. Dus laten we dat gaan doen. Let's go. Voor de veiligheid maar weer even de deksels erop terug. Want voor je het weet, zitten ze door de hele kamer heen. Ik moet een beetje voorzichtig terug doen. Dat er geen pootjes tussen komen. Poten binnenboord. Oh, wat een ziek idee. Zo. En dan deze. Prima, Jima. Top. Die gaan we gebruiken. Oh, hij is wel erg vies, man. Moet je zien. Ik moet het even schoonmaken. Maar mooi is, deze kan helemaal open. En er is echt meer dan genoeg ruimte voor al deze beestjes. Oh, helemaal top. Die is voor Kim. Dus, nu moeten deze eerst even helemaal gaan schoonmaken. Dit kan eruit. Ga ik er een bodem in doen of niet? Denk het niet.
Ik weet dat ze heel veel poepen, dus ik moet het sowieso om de week gaan schoonmaken. Dus als ik er dan steeds een nieuwe lage bodem in moet doen, dat is niet handig. Wat ik er sowieso wel in moet doen, is braam, want dat eten ze. En het zijn er een stuk of, ja, ik heb nog geen schatting gedaan, maar ik denk dat het er een stuk of misschien wel bijna 100 zijn. Dus die eten bijna een heel bos weg in één nacht. Dus dat wordt een tripje naar het bos. Voordeel aan braam is dat het echt overal groeit. Echt letterlijk overal. In elk bos, elke berm, waar je dan ook loopt. Braam kom je overal tegen. Het enige grote nadeel... Ja, er zitten stekels aan. En die prikken. Maar de braam zit er nu in. Dat is mooi. Dat is zeker meer dan genoeg voor het weekend. En wat ik denk, is dat ik deze stengels even in water ga zetten. Dan gaan ze langer mee. Want anders verdroogt het zo snel. Zo, de braamtakken zitten in het terrariumpje. Dus dat is gelukt. Helemaal mooi. Het heeft me wel 3,5 liter bloed gekost. Maar goed, hey, je moet er wat voor over hebben. Het is nu tijd om de flappentakken in het terrariumpje te gaan doen. En dat doe ik één voor één, want het zijn hele gevoelige dieren. Dus, doe je met me mee? Gezellig. Zo. Dan gaan we beginnen met het eerste doosje. Dat is een ziek idee. Nou, we hebben hier een eerste inwoner. Gaat hij het doen? Heeft hij er zin in? Ja. Kijk eens aan. Oh, wat mooi. Wat lekker. Al verse braam. Heerlijk. Eén pootje. Ja, gaat hij loslaten? Gaat hij het doen? Kijk eens aan. We hebben onze eerste bewoner, mensen. En hoe voelt hij zich hierbij? En we gaan gelijk door naar de volgende. Komt u maar, jonge dame. Heeft u er zin in? Kijk, moet je kijken wat een prachtig beest dit ook is. Zo, die zet hij lekker hierbij. Oh, daar gaat hij. En daar zit hij. Helemaal top. Ik vind het helemaal mooi. Gaat u mee? Oh, wat leuk. Zie je spartelen met die armpjes. Ik wil hoger klimmen, ik wil hoger klimmen. Ja, ja, komt goed, dame. Hier kunt u klimmen zoveel als u wilt. Wat ziek idee. Ja, we zijn al mee aan de zware kant. Oh, moet je zien hoe klein deze is. It's so cute. Oh, you're so cute. Stay safe out there, little buddy. Nu komt gevaarlijkste walk met de mannetjes... Die zomaar weg kunnen vliegen. Ze moeten voorzichtig omkeren en hopen dat ze niet hun vleugels spreiden en de vrijheid verkiezen. Ja, dat mag natuurlijk. Maar liever niet. Kijk, zo kan het ook. Gewoon lekker rustig de bak in. Helemaal top. Ik ben trots op je. Dun, 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 dun. Voorzichtig. Ja, die heeft geen zin in. Kom, kom. Deze kant op, jongeman. Stelletje pubers ook. Ja, kom maar hier. Goed zo. Hoppakee, de bak in. Oh, dit mannetje heeft er zin in. Hij gaat vandoor. Oh.
Goed zo. Goed zo. Oh, never mind. Kom je? Ja. Goed zo. En dan de bak in. Sorry, het spijt me. Oh, en deze heeft een beetje misvormde vleugels. Dat kan gewoon gebeuren. Het kan natuurlijk zijn dat er bij vervelling iets misgaat. Kijk, die vleugels zien er niet heel mooi meer uit. En helaas is daar niet zo heel veel aan te doen. En dat is ook de reden dat ze zoveel eitjes leggen. Want hoe meer eitjes je legt, hoe meer nakomelingen je krijgt. En hoe groter de kans is dat je gezond nageslacht hebt. En ja, soms zitten daar inderdaad een paar dieren tussen die niet helemaal goed uit het ei gekropen zijn. Of uit de vervelling. Zoals deze. Maar ik zet jou nu wel bij jouw andere vriendjes in de bak. Kijk. Nou, daar waren ze. Helemaal top. Linkje dicht. Luikje dicht. Moet je kijken. Daar zitten ze dan. Nou, dat was een hele belevenis. Ik vond het in ieder geval super gaaf. Ik ben ook heel erg blij met deze prachtige beestjes. Heb jij een leuke naam voor een van deze grote vrouwtjes? Laat dan een berichtje achter in de comments. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Neem een kijkje bij mijn andere video's. En subscribe op BioVlog Wild als je meer van dit soort video's wilt zien. Dit was BioVlog Wild. Tot de volgende keer.